Stel dat je in de bijlage van een mail een bestand ontvangt van een ouder. Dat gaat in dit geval over de sportdag. Je wilt het document verplaatsen naar jullie SharePoint-omgeving. Dat doe je als volgt: je klikt op het pijltje naast de bijlage en je zegt opslaan in OneDrive. En daarachter staat de naam van je school. Op het moment dat je dat hebt gedaan, dan staat hier opgeslagen in een e-mail-bijlage. Dat is een map in je OneDrive. Daarvoor ga je dus nu naar je OneDrive. En dan zie je op je eigen OneDrive een map met e-mailbijlagen. Met daarin de bijlagen die je net is toegestuurd. Op het moment dat je deze wil verplaatsen naar een SharePoint-omgeving, dan klik je op drie puntjes bij de bestand. Vervolgens klik je op kopiëren naar. En selecteer je hier de SharePoint-site waar je hem naartoe wil kopiëren. In dit geval de Vlinder. En de map Leraren. Op het moment dat je zegt hierheen kopiëren. Kun je zien wat de status ervan is. En op het moment dat het hier staat, gereed, staat het document in de SharePoint-site.